Hallo, ik wil jullie voorstellen in dit vlog aan Dickie, onze nieuwe babypoes. We zijn weer kittenpapa en mama geworden. Zo leuk. Hij heeft het heel druk, dus ik ben benieuwd hoe lang hij op schoot wil blijven zitten. Het zal wel niet zo heel lang zijn, maar dat geeft niet. Jullie hebben hem gezien. Hij komt uit het asiel. Hij komt uit de Wissel in Leeuwarden. Daar hebben we hem vorige week opgehaald. Ja, kijk, Wiebe komt binnen en dan krijgt hij het weer druk. Ik zal bij het begin beginnen. Chrissy, onze kleine zwarte bolletje, die was na bijna 17 jaar, was hij er wel klaar mee. Hij werd ziek. Ja, is dat ziek? Hij is gewoon oud geworden en hij kon niet meer eten. Dat lag aan zijn tandjes, maar omdat hij zo oud was, durfde de dierenarts hem niet meer onder narcose te brengen. En zonder narcose kon je niks aan zijn tandjes doen. Dus we hebben zijn voer aangepast. Gewoon van die moes zonder stukjes erin. En dan kreeg hij dat. Op het moment dat hij wilde eten, kreeg hij die moes. Maar op het laatst ging het theelepeltje voor theelepeltje. En het lukte gewoon niet meer. En ja, dan moet je op een gegeven moment de keuze maken van laat ik hem inslapen of niet. En voor wie maak je die keus? Maak je die keus voor jezelf, dat je het niet meer kunt aanzien? Of omdat je het beu bent? Of maak je de keus voor de kat? Wij hebben bewust gekozen voor de kat. Chrissy die had honger, maar hij kon niet eten. En daardoor lag hij eigenlijk alleen nog maar op schoot. Meestal zo weer op mijn borst. En dan wilde hij toch weer eten en dan bood ik hem toch weer een likje aan. Zelfs verdund met water, dat hij het zo naar binnen kon slikken. Maar zelfs dat lukte niet meer. En toen heb ik gezegd van, nu is het genoeg. Het beestje is bijna 17 jaar en ik wil hem niet op die manier aan zijn eind laten komen. Dus afspraak gemaakt met de dierenarts. De dierenarts was het er volledig mee eens. En toen hebben we hem in laten slapen. En hij ligt in een prachtig plekje in de tuin, achter in de tuin. Lekker in het zonnetje. Toen Deusje overleed, en dat is alweer een hele tijd geleden, zei ik al tegen Wiebe van, ik wil weer een kitten. Ik ben een kattenmens, hè. Er moeten bij mij altijd katten zijn. Ik wilde weer een kitten. En toen vonden we samen dat Chrissy dat niet aan zou kunnen. Hij was toen al oud, hè. En zo'n jong ding om hem heen, dat zou gewoon veel te druk zijn voor hem. Dus niet gedaan. Maar toen overleed Chrissy. En toen zei ik na een paar dagen, Wiebe, nu kan het eigenlijk, hè? Want Chrissy is er niet meer. Dus nu kan er een kitten komen. Wiebe was het er mee eens. Dus asiel hier gebeld. En ze hadden dus echt heel veel kittens in deze periode van het jaar. En ik denk dat dat bij alle asiels zo is. Ook bij jullie in de buurt. Ik weet niet waar je woont natuurlijk. Maar ze hadden echt heel veel kittens. Dus afspraak gemaakt. En we konden vorige week maandag konden we terecht. Ik had van tevoren gevraagd van, als er een kitten is die bij ons past, kunnen we hem dan gelijk meenemen? Ja, dat kon. Dus reismandje mee en wij naar het asiel. Komen daar binnen en Tirsa, die ons hielp, die zei, we hebben 3 kittenkamers. Alle 3 vol met kittens. Dus als er nu in die eerste kamer geen kitten is voor jullie, zeg het dan even en dan gaan we naar de volgende kamer. Maar neem ruim de tijd, ga lekker zitten. Er stond ook een bank. Ga lekker zitten, ga spelen, ga knuffelen en kijk maar. Nou, we kwamen die eerste kamer binnen en we zagen gelijk Dickie. Zowel Wiebe zit naast me. Zowel Wiebe als ik, gelijk Dickie, dat is hem.
Maar goed, je gaat met de katten spelen en knuffelen en noem maar op. Maar we bleven bij Dickie. Dickie was het. Dus we hoefden eigenlijk niet eens meer naar die andere kittenkamers, want we wisten het al. Nou, ik wilde wel per se een kater. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Maar dus, ja, dat had ik in mij. Ik wil een kater. Nou, ik gekeken onder zijn staart. Ja hoor, volgens mij is dit een kater. En Tirsa ook. Ja, dit is een kater. Dus we nemen hem mee. Of nee, hij mocht eerst nog daar blijven. Ze had zijn chip gescand van... Zeker weten dat we de goeie hebben straks. Ja, je weet maar nooit natuurlijk, hè. En nou, alle papierwerk gedaan. En toen zei ze... Oh, maar hij staat geregistreerd hier als poes. Ik zei, nou, dat is raar. Volgens mij was hij echt een kater. Ja, zegt ze, ik dacht het ook. Ik ga hem erbij halen. Dus zij... Dickie gehaald. Hij stond als naam geregistreerd. Pasja 2. Maar ja, dat past. Pasja past niet bij hem. Dickie. En ze kijkt hem na en ze zegt, ja, volgens mij is de kater. Maar ik ga even een paar meer mensen ernaar laten kijken. Een paar mensen laten kijken. En ja, het is gewoon echt een kater. Ik zeg, nou, oké, dan wordt het gewoon Dickie. Klaar. Ze vertelde, hij had zijn eerste inenting gehad. Hij is gechipt en geregistreerd. En voor het eind van het jaar moeten we hem laten castreren. Nou, dat wilde ik sowieso. Maar dat gebeurde, dat zat allemaal bij de prijs inbegrepen. Ik heb maar €135 hoeven te betalen. Als je kijkt, de inenting, het chippen, het registreren en de castratie. Nou, dan heb ik eigenlijk een gratis kat. Eigenlijk. En ik heb er eentje uit asiel gered. Wiebe, wil jij hem nog even aangeven? Hij ligt in zijn mandje. Kijk. Yeah, dankjewel. En dit is hem. Hij is van 20 mei. Hij is geboren... In het asiel, dus ze wisten precies. Oh, is zo lief, hè? Ja, is zo lief. Ze wisten dus precies wanneer hij geboren was, want dat was in het asiel. En na 2 weken is hij naar een gastgezin gegaan, waar 2 meisjes ook waren. En ja, die waren helemaal weg van hem natuurlijk. Dus hij is helemaal gewend om aan mensen en om gewoon gehandeld te worden. Hij vindt het prachtig. Vanmorgen heeft hij de Formule 1 door de woonkamer gedaan. Hij mag nog niet naar buiten, hè? En die 2 grote lummels van mij, Doris en Tommy. Ja, Tommy is geen kitten meer. Hij is ook alweer 1 jaar of 3 of zo, hè? Die kunnen gewoon naar buiten door het kattenluik. Ik heb de keukendeur dicht. Kattenluik, daar kunnen zij door naar buiten. Maar Dickie hier, die is nog niet zo sterk. Die kan dat kattenluik niet open krijgen. Dus dat gaat fantastisch. Hij kan voorlopig binnen blijven. Zodat hij wat ouder is en sterker. En dan kan hij het kattenluik openmaken. En dan mag hij ook naar buiten. Het gaat heel goed met Doris en Tommy. Doris die speelt opa. Die is ook alweer 1 jaar of 10, hè. Doris speelt opa. En Tommy die wil met hem spelen. En dan gaan ze achter elkaar aanjagen. Ja, hè. Dat doe jij. Ja. Dus ja, dat is onze gezinsuitbreiding. Hij is ontzettend lief. Echt serieus. Als ik naar Miranda kijk, maak ik het met Miranda. Haar live uitzendingen. Dan komt hij ook kijken. En dan ziet hij haar handen bewegen. En dat vindt hij prachtig. En ik heb dan een laptop op de bank staan voor mij. En hij zit dan op schoot en zit hij naar de laptop te kijken. En op een gegeven moment had hij zoiets van, maar waar komt dat vandaan? Dus hij gaat achter het scherm van de laptop en dan met zijn pootjes zo om het scherm heen is hij op zoek naar de handen van Miranda. Dat is zo leuk. En hij helpt me met haken. Dat is hartstikke leuk. Hij helpt me bij het breien. Hij sorteert mijn bolletjes. Hij controleert de kwaliteit van het garen. Echt fantastisch. Ik vind hem zo leuk. Hij heeft ook lapjes stof gevonden. Die had ik ook een paar nog op de bank liggen. Nou, die heeft hij ook vakkundig vermoord. Zijn ze prooien. En hij vindt ook overal pluisjes onder de bank en zo. Hij komt echt, hij vindt van alles. Ik vind het geweldig. Echt de hulp in de huishouding.
hij klimt en hij doet en ja. Nu morgen heb ik een afspraak bij de dierenarts gemaakt voor zijn tweede inenting. Kunnen ze hem gelijk even bekijken en zo en in hun computersysteem zetten. En, nou ja, dat gedoe allemaal. Je kent het als je een huisdier hebt, dan weet je dat allemaal wel. Hè? En dan ja, gaan we hopen dat hij net zo leuk is als Tommy. Nou ja, ik denk het wel. Ik heb ook wel een beetje gekeken naar wat voor indruk ik had van zijn karakter in het asiel. Hij is heel onderzoekend, heel vrij, niet bang, heel sociaal. En nou ja, dat bleek ook wel toen hij Tommy voor het eerst zag. Tommy is best wel dominant als man zijnde. En Dickie had gelijk in de gaten zo van, oké, jij bent dus de baas. Ik zal wel naar jou luisteren. Nou, dat werkte perfect natuurlijk. Hè? Dat was één keer een aanvaring en toen was het goed. En Doris, ja, dat is zo chlorus. Serieus, die was eerst heel nieuwsgierig van, wat ben jij? Oké, jij woont dus ook hier nu. En nou ja, is wel goed. Ik denk dat ik jou wel leuk vind. En snuffelen, bij het kontje snuffelen, zoals katten altijd doen. Hè? En op een gegeven moment neusjes geven. En samen spelen met de hengel. Vonden ze heel erg leuk. Zo'n hengel met zo'n speeltje eraan, weet je wel. Zaten ze naast elkaar en ik ging met die hengel heen en weer. En ze gaven om de beurt een klap. Totdat Dickie het touwtje veel leuker vond dan het speeltje. Ja, hij is mijn kat. Dus draadjes, dat hoort erbij natuurlijk, hè. Nou ja, en verder, Doris die wast hem. En ja, dat is gewoon leuk. Hij is gewoon echt opa. Dat is lief. Doris is nu ook een jaar of 10, 11, denk ik. Zou ik eens de papieren moeten kijken. Maar in ieder geval 10. En voor een Maine Coon, die echte ras Maine Coon, de dierarts zei van, ja, tussen de 10 en 12 jaar veel ouder worden ze nooit. Dus ja, hij is echt opa. Hartstikke leuk. Nou, en ondertussen ben ik dus met van alles bezig geweest. Het verdriet om Chrissy, voordat hij overleed al, maakte dat het filmen, dat lukte allemaal niet echt. Ik in mijn gedachten, je snapt het denk ik wel. Als je al verdriet hebt om een kat. Kom je doen? Dan lukt dat allemaal niet zo goed. Dus vorige week, toen Dickie hier kwam, heb ik weer, in dit weekend, heb ik weer 2 korte tutorials opgenomen. Eentje, als het goed is, komt die van de week online. En de volgende, die komt tegen het eind van de maand online. Dat is een call. En dan gaan mijn gedachten weer alle kanten op. Hè. Dan krijg ik het niet meer op een rijtje. Het is een call die heeft Tineke ontworpen van Tweedehands Holwinkel. Ik ben helemaal in mijn nopjes call. Die wordt helemaal gemaakt met puffsteken. Maar het is wel een ding echt voor de winter. Dus ja, is nu een beetje te warm voor. Maar die komt dus voor het eind van de maand, komt die online. En dan kun je je vast voor gaan bereiden op de herfst en de winter. Ontzettend leuk patroon. Haak lekker snel weg. Fantastisch. En ik ga weer het filmen van de wintercall oppakken. Ik geloof dat ik nu bij deel 5 of deel 6 ben. En het heeft 8 delen. Maar ja, goed, hij wordt steeds groter. Dus het haken duurt ook steeds langer. Maar ik hoop dat ik mijn gedachten weer zo op een rijtje heb. Dat ik duidelijk kan uitleggen wat je moet doen. Want als dat de puinhoop wordt, ja. Dan heb je aan die winterkool ook niks natuurlijk. Ben je daar nou nog steeds? Hey. Ja, geen spin. Ah, liefie. Dus daar ben ik ook mee bezig. En ik ben een lekker beetje aan het breien voor mezelf. Ik heb 2 patronen van Steven West gekocht. Om van die kleine sjaaltjes te breien. De Dustland. En ja, die andere weet ik de naam zo gauw niet. Maar ja, Dickie die vindt het koord van die breinaalden zo. Jij gaat niet in mijn gordijn, hè? Dat is niet de bedoeling, hoor. Hey.
Je mag niet helemaal gordijnen. Dickie vindt het koord heel erg leuk tussen die breipuntjes in. Dus die houdt hij regelmatig vast. Waarschijnlijk ook kwaliteitscontrole. Laten we het daar maar op houden. Ja. Dus dat is af en toe best wel lastig. Maar op momenten dat hij slaapt. En ja, hij is nog zo jong dat hij echt best nog wel veel slaapt. Dan kan ik even breien. En nu is het dus de bedoeling dat ik niet ga breien. Maar aan de winterkool ga haken. We zien wel. Niet in mijn gordijnen, de kromme. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, ik hoef geen geperforeerde gordijnen. Vind ik niet zo leuk. Verder mag je heel veel. Maar laten we dat maar niet. Het is geen klimpaal. Je hebt een krapaal. Die heb je nog niet echt ontdekt. Maar dat komt nog wel. Hai. Oh, hij is zo lief. Echt. Nee? Nee. Misschien. Jullie lieve venten. Ik kan me helemaal verliezen in hem. Echt waar. Die twee grote, die zijn nu buiten. En ja, dan heb ik dus alle tijd en aandacht alleen voor hem. En daar houdt hij wel van. Ik heb ook, mijn been zit helemaal onder de dikkie krabbels. Want dan rent hij weer heen en weer, weet je wel, ook over mijn been. En dan met zijn nageltjes blijft hij hangen. Want stel je voor dat je uitglijdt, dat moet niet natuurlijk, hè. En hij vindt eigenlijk alles best. Ja. Geen doen. Nou ja, het is... ik zeg maar, mijn kop is een beetje in de war op het moment. Komt wel goed. Ik weet ook niet zo goed wat ik verder kan vertellen. Ik weet dat mensen denken dat Dickie een vervanging is van Chrissy. Maar dat kan niet. Chrissy zit in mijn hart. En Dickie ook. Alleen Chrissy kan ik niet meer fysiek aaien, maar wel in gedachten. En Dickie, dat kan wel. Maar Dickie is Chrissy niet en Chrissy is Dickie niet. Dus dat heeft niks met elkaar te maken. Dat wil ik nog wel even zeggen. Dat je niet zulke dingen gaat denken. Want dat kan niet. Dat kan gewoon echt niet. Dickie is geen vervanging. Dickie is een nieuwe aanvulling in ons gezinnetje hier. Dat wil ik nog benadrukken. Hoe moet je dat zeggen? Soms... worden er vage dingen gezegd zonder echt het bij naam te noemen. En ja, dan denk ik van, dat moet je niet doen, weet je wel. Als je iets wilt vertellen, zeg het dan duidelijk. Zoals ik zeg van, Dickie is geen vervanging van Chrissy. En Chrissy, dat doet nog steeds zeer. En nu ik over hem vertel, heb ik weer een brok in mijn keel. Goh, dat blijft zeer doen. En Dickie doet daar niks aan verbeteren. Dat heeft tijd nodig. En dan denk ik van, daar mag ik heel duidelijk over zijn. Dat mag ik gewoon benoemen. En ik ga niet mensen dingen zelf laten invullen. Nee, wees gewoon helder en duidelijk. Nou, dat heb ik gedaan nu met Dickie. Ik heb hem uit het asiel. Ik vind dat echt een aanrader. Ook als je op zoek bent naar een wat oudere kat. Dat kan ook, hè. Hier in dit gezin een oudere kat erbij. Dat zou niet kunnen. Dat gaat niet lukken met Doris en Tommy. Dus daar heb ik bewust niet voor gekozen. Maar heb jij wel behoefte aan een wat oudere kat? Kijk dan in het asiel. Serieus, je doet daar zoveel goeds mee. Echt waar. De mensen in het asiel waren ook heel blij dat we een kitten kwamen halen. Want ja, ze zitten gewoon echt overvol. Op het moment dat wij daar waren voor Dickie, werd er net een bak binnengebracht met een paar kittens erin. Die waren gevonden en die waren een dag of twee, hooguit drie oud. Nou, hoe zielig is dat? Dat moet je niet doen, weet je wel.
laat je kat helpen. Zodat er geen nieuw nestje komt. Want ja, ik ben echt dol op katten. Ik ben echt een kattenmens. Maar zorg daarvoor. Want zoveel katten hebben het zo slecht. Die komen dan dus met een beetje geluk in een asiel terecht. Maar ja, daar kunnen ze ook niet blijven. Je moet ze daar ook wel ophalen. Dus als er nu mensen zijn die een kat willen. Echt mijn tip. Ga naar het asiel. Hele lieve mensen daar en heel vakkundig. Je krijgt ook niet zomaar een kat mee. Je moet echt wel vragen beantwoorden. En ik had al eens gereageerd op een andere kat die daar zat. En door het beantwoorden van vragen konden zij concluderen van nou, die kat is niet voor jullie. Die past niet bij jullie. Dus ze hebben kennis, ervaring, zijn ontzettend lief en ja, ga informeren bij je asiel, bij jou in de buurt. En woon je in de buurt van Leeuwarden, ga dan eens naar De Wissel. Kijk online en dan vind je een telefoonnummer, bel ze op, kijk wat ze online hebben staan. Ik weet dat ze niet alle dieren die in het asiel zitten online kunnen zetten, gewoon omdat het er te veel zijn. En ja, help een handje mee. Dat is wat ik wil zeggen. En verder laat ik het hierbij. Met de groeten van Dicky, die nu bij Wiebe op schoot aan het spelen is. En ja, van de rest van de dieren natuurlijk. Hè. Krako, die is er ook heel blij mee. Die zit al van, joehoe, kom eens dan. Die vindt hem ook hartstikke leuk. En de vissen heeft hij nog niet echt ontdekt. Maar ja, die staan ook wat hoger. En hij is nog klein, dus Dicky kan daar nog niet bij. Dat komt allemaal nog wel. En ja, van hieruit, met heel mijn hart zeg ik dankjewel voor het kijken. En tot een volgende. Een tutorial, een vlog, een unboxing. Geen idee, maar abonneer je en geef een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Daar maak je me ook heel erg blij mee, want dat helpt het kanaal enorm. En daardoor kan ik dus blijven filmen. En dat doe ik echt ontzettend graag. Lieve mensen, tot een andere keer. Doeg!